Vakantie. Wacht, mijn grip. Hier, oh. Dat ik nou denk dat ik mijn hoofd ga stoten, dat is zeg maar wat. Dus huisje uit de 19e eeuw. Oh, wacht even. Parkenmens, dus ik vind het toch nog een beetje ongemakkelijk. Oké, dat was mijn buurman. Ik moet toch nog even een beetje wennen hoor, aan dat praten met die camera waar mensen bij zijn. Maar wat ik wilde zeggen, deze boom, die olijfboom, is dus ook uit de 19e eeuw of zo, weet ik veel. In ieder geval super oud. Kijk ook even hoe groot die is. Tada! Een huisje dus. Oh, hier is, oh, kijk wat leuk muurtje. Nou, alles. En een jacuzzi en een zwembad. Chill. Kijk dan dit. Wat willen mensen nog meer? Ik ga even leren salto maken. Poging 1. Dag 1. Voor nu echt de perfecte vakantie. Gewoon niks doen op mijn strandbankje. Aan het zwembad. Echt even lekker uitrusten van trainingskamp. Want ik merk nu, nee, ik merkte het toen al, maar dat ik nu gewoon hoe moe ik ben. Dus. Nou, hier gaan we. Hoppa. Kijk, wat een boot. Even zeggen dat we in een superleuk local restaurantje zitten en echt super verse vis gaan krijgen. Even een kaarsje opsteken bij dit kerkje. Dat is een beetje een traditie. Even het uitzicht laten zien hoor. Zo raar, weekje vakantie gehad en de trainingskamp lijkt meteen super lang geleden. Dat was dus een weekje geleden. Fietste ik de Marmot op en de Gavia, de hel. En die afdaling, het was zo koud. Daar dacht ik alleen maar aan, oh, morgen lig ik op het strand. Nou, wasrekje hangt al vol. Zo, ben bij de kleedkamer. Even kijken wat een bende. Ik ben niet de enige die op vakantie is gegaan. Dit is echt niet normaal. Die mag. Oh wauw, ze hebben mijn spullen op mijn plek gelegd. Oh, dat is echt super lief. Nou, die is gelukt. Die spullen zijn weg. Ik denk dat ik al, ik weet zeker dat ik mijn handen al vol heb. En 3 stuks tassen. En ik heb maar 2 handen. Zo. Zo. Het zit. Nou, het zit. 1 tas hier. Andere tas en koffertje gewoon achterin. Pff, gewoon warm. Thuis. Nou, 2 weken Bormio. 1 week vakantie. En nog even een weekendje bij mijn ouders, mijn zus en mijn nichtje. En wij wat vrienden gebarbecued. Dus ik ben eigenlijk 3,5 week niet echt thuis geweest. Gelukkig, ik dacht dat ik thuis kwam, wel even snel mijn vakantiespulletjes gewassen. Maar nu is het dus wel echt tijd om mijn spullen uit Bormio te wassen. Koffer 1. Koffer 2. Waterpolo kijken en mijn spulletjes uitpakken. Zo leuk dat de spelen zijn. And brings back memories, of course. Dag 1 na de vakantie zit erop. Oh, even kijken hoor, je ziet het niet. Oh, maar zo'n pijn. We hebben er overleefd.
schaatsen en kracht. Hier vooral spierpijn of kramp. Dit is echt, denk ik, als ik niet had hoeven koken en eten, zou dit echt de komende uren mijn uitzicht zijn. Dit. 8 uur 58. Een deurbel ging net. Ook een controle. Hallo? Oké. Moet ik als hem wel even omkleden. Want ik loop natuurlijk nog in mijn pyjama. Zo. Oké, kleren aan. Paspoort. Oh wacht, ik ga dit ding heel even neerzetten. Ik wil vragen of ze het goed vinden natuurlijk. Mocht het dus niet filmen helaas. Wel bewijs. Maar, oh ja, en tegelijkertijd even naar de spelen kijken. Aangezien ik het niet kon filmen, moet ik maar vertellen wat er is gebeurd. Ik kom eens binnen, natuurlijk mondkapje op voor of tegen corona. Vervolgens vragen ze, wil je eerst plassen? Want je moet dus urine inleveren. Of wil je eerst je bloed prikken? Nou ja, krijg je een potje mee naar de wc. En blijft dus iemand bijstaan om te kijken of het wel echt je eigen urine is die erin gaat. Eigenlijk is dat natuurlijk echt heel vreemd, maar ja, zijn het dan wel gewend. Potje dicht. Vervolgens moet je het in andere potjes gieten waar een getal op staat en die echt verzegeld dicht draait. Die potjes gaan dus verzegeld weg. Je hebt een A en een B staal, dus je hebt twee potjes waar het in moet. Dan kan je gaan bloed prikken, maar voor dat bloed prikken moet je eerst 10 minuten gezeten hebben. Maar ja, dat alles bij elkaar duurt meestal wel zo'n 10 minuten. Dus dan krijg je ook weer van die verzegelde tubetjes eigenlijk waar jouw bloedbuisje in gaat. Ook die getallen moet je weer opschrijven en noteren. En dat bloed, dat moet in een koelbox. Dus je moet ook even dat nummer van die koelbox controleren of dat klopt. Ik wil zien dat ze hem in de koelbox doen. Want soms als je ligt wat in de auto en denk ik, ja, het zou zomaar kunnen dat zij bij de auto komen en dat vergeten. Dus dat wil ik zien. En het, nou ja, dat weten ze nu van mij, want het zijn heel vaak hetzelfde. Het zijn trouwens Duitsers, deze. En dat weten ze van mij, dus ze nemen die koelbox al mee naar boven. En ja, dan is het 6:30. En eigenlijk zou mijn wekker pas over een uurtje gaan. Nou ja, een rustig ochtendje. Maar ik vond, oh ja, maar dat ik jullie het niet kon laten zien. Want het is natuurlijk eigenlijk wel iets bijzonders. En toen helemaal niet mijn favoriet dat om 5:58 deurbel gaat. Maar dat is trouwens wel chill aan mijn appartement. Ik heb dus nog even tijd om hem daar binnen te laten en hem zo om te kleden. In mijn oude appartement deed ik mijn deur open en dan staan ze meteen ervoor. Ik heb wat mindere ervaringen ermee. Dus ik weet ook dat het heel erg tegen je kan werken. En daarom vind ik het ook zo belangrijk dat ik dat zie dat bloed in die koelbox gaat. En dat dat nummer klopt. Want mensen maken fouten. En ik wil niet dat ze fouten maken met mijn dingen. Vond je mijn vlog nou leuk? Like hem dan. Heb je tips, tricks of gewoon leuke dingen die je graag wil zien? Zet even in de comments.